Dat is een heerlijke karma. Nee! Je kijkt waar uit, hè? Goed zo, jongen. Hij gaat gewoon een bar. Waar uit? Wat draaien? Bro, waar uit? Waar uit? Oh shit! Zo. Yo mensen, Jeroski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online race sessie hier op mijn kanaal. Vandaag zit ik hier samen met Ryan, samen met Liam, samen met Mike en samen met Angelo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. En we gaan natuurlijk zoals altijd, jullie verwachten het niet jongens, 3 races racen. Echt? Waarom niet 3? Ja, we kunnen er ooit misschien wel een keer 4 doen voor de variatie, hè. Nee, vandaag gaan we er echt 3 doen. Ik kan het niet aanpassen, want ik heb de playlist Wayo al gemaakt. Dus heb je er nou zin in? Ram natuurlijk zo'n skyline, blijf ik super gaaf vinden. Bedankt natuurlijk allemaal voor het intunen, bedankt allemaal voor de support. Geef je nou echt mij daarvoor de schuld? Geef je nou echt mij daarvoor de schuld? Bro, je snijdt me vol af, ouwe. Dat ging een drift worden. Een drift in een supercar ook gewoon, hè. Oh, we moeten er snel weg op, jongens. Pas op. Even remmen. Hou je aan de snelweg. Ja, dan kunnen we verder. En je ontweekt me wel mooi, dat wel. Ja, ja. Maar ik heb er weer zin in, jongens. Het is als eerste race een stunt race. Dus mogen de beste winnen. Het gaat echt niet goed aflopen dit. Oh, jongens. Jongens. Liam. Ik rem maar even. Ja, oh, my god, Ryan! Ik ben er nog op! Ja, ik ook. Oh my god. Denk ik even voor Ryan af te remmen. Ho. Wow. Ik heb hem gewoon nog gehaald, man. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde, maar we hebben hem. Lekker bezig. Ik had een randje. Ja, dat zag ik, want je knalde vol tegen die vangrail aan. Ja, nou, je werd wel opgevangen. Goeie. Oh nee. Wajo, oh, je haalt hem netjes. Dat is het inhaalmanoeuvre, hè? Ja, ik lag vast. Oh, dan staan we eerst in de tweede, kijk. Je ziet wel weer wie de beste zijn, hè, jongens. Ja, maar we hebben apropos gehad. Dat kan je ook alleen maar zeggen als je eerste ligt. Dus, ik moest er even van profiteren. Oké, left tweede gaan we. Volle vaart. Oh, wat een bochie. Let's go. Oh. Ja, ik speel meer racegames, hè. Kijk. Nou, ik moest via de stoep... Wat een bochtenwerk. Wat een bochtenwerk. Er is letterlijk een game, Jan. Een race game. Je speelt veel racegames. Voor ik volgende bocht de crash die bocht uit. Nee, helemaal. Heb je het gezien of niet? Ja, ik zag in één keer dat je achter z'n voren stond. Ja, maar je hebt het niet echt daadwerkelijk gezien, dus... Nou, dat weet je maar nooit, hoor. Misschien kan ik hem zo goed editen gewoon dat je dat niet merkt. Nee, daar ben ik helemaal niet goed in. De game. Wat is er, Ryan? Er is letterlijk een game en die heet Race met Ryan, hè. Ja, dat weet ik, ja. Die is super oud, of niet? Ja, dat weet ik veel. Maar wanneer ga je dat een keer spelen, dan? Ja, ik weet het niet. Het zou ook wel een hele goede game zijn. Dat, weet je wat dat voor game is, Ryan? Dat is gewoon een game waar er geen finish is. Want Ryan kan niet finishen namelijk. Oh shit! Oh, ik zit eruit. Ja, dit is karma, omdat ik weer zit uit te lachen gewoon. Dat moet ik ook niet meer doen. Go. Oh, Angelo heeft me ook weer ingehaald. Kijk, ja, nu mag, je ziet nu mag... er beter. Ja, ik wist. Ik wist dat dat ging komen, joh. Ik wist het ook gewoon. Wacht jij maar, joh. Je maakt nog wel een foutje. Ik glip er bijna zelf af. Oh, we zijn er al zelfs. Maar dan maak je nog wel een foutje. Ja, ben je de stand? We zijn er al doorheen, bro. We zijn er al doorheen. Dan moet ik even doorrijden. Angelo, laat maar even wat langer liggen, jongen. Nee, ik wou het nog zeggen. Ik kan het niet meer inhalen. Nee. Oh, ja, je ziet al wie er beter zijn. Yes, ja. Het is nu een feitje, want je hebt me inderdaad ingehaald. Maar het is ook een feitje dat de DNF is begonnen. En dat mensen nog bij de stunt zijn. Hey. Jullie beginnen pas net aan de stunt! Wat hebben jullie gedaan? Ja, een of andere Jan die liet me crashen. Ik heb helemaal niks gedaan, bro! Ja, jee. Nou, je geeft ook altijd anderen de schuld geven, hè jij. Dat doen wij, dat doen wij gamers niet, anderen de schuld geven. Dat doen wij niet aan. Maar... Dat was wel de eerste race, dus we doen er nog 2 achteraan op naar race 2. De volgende race gaat beginnen in een prachtige auto. Kijk eens aan, jongens. Succes allemaal. En de 3 mensen hebben gewoon custom. Yo! Oh, jullie zijn echt gek, jongen. Nou, ik heb een non-custom, maar ik hou jullie nog wel in. Oh, joh, ik mis nu al bijna de checkpoint. Maar het is een parcours race over de militaire basis. Dus, we gaan ook meteen beginnen. Ja. Met ja, laat me nou even Jullie mogen dan een custom hebben, jongens. Maar kijk, je ziet wel wie de beste is, hè. Ja, Ryan, je moet het dak ophouden. Wow,
Uh-oh. Ja, maar die spoiler dan. Oh, je hoeft helemaal niet het dak op. Je kan er ook gewoon omheen rijden. Rijdt deze auto? Mike! Oh. Ja, wat is er een hek? Nou, het is afgesloten. Oh ja, het is afgesloten inderdaad. Je moet hier naartoe. Oh. Ik zet vast. Het is een parcours, hè, jongens. Jullie moeten wel opletten allemaal. Oh, yo. Ja, jij dikhead. En je rijdt zelf gewoon door ook. Dan lig ik weer achterin bij Ryan. Dat is ook niet de beste. In het water. Ja, maar die spoiler, jongen. Echt, ik ga ergens haken. Je moest gewoon... Dat ding was gewoon een non-custom, jongens. Oh, yo. Ja. Oké, ik zie niks. Dit kan waarom ligt die voetbal hier ook weer? Hop. Waarom kan ik dit gewoon niet halen? Rij ik goed, jongens, of? Oh, jawel, ik rij goed. De checkpoint zit hier helemaal boven. Er ligt een bal in het water. Lekker ballen. Oh, wacht, dat kan ik beter niet zeggen, denk ik. Oké. Als niemand dat kan klippen, dan vind ik dat denk ik wel het mooiste. Clip. Maar... Clip. Ik krijg gewoon door alsof er niks is gebeurd, jongens. Over de stukjes. Oh, remschijf, die was lekker. Over de rioolpijpen. Ja, wat... Kijk. Hoppatee. Mooie tweede plek. Hoe heb ik jullie in één keer ingehaald? Want hebben jullie weer foutjes gemaakt? Ja. Ik heb jou toch ingehaald! Ja, dit is karma, jongen, alsjeblieft! Je moet zacht bij de buis. Ik zal even zacht rijden, ja. Ik ga je ook echt geloven, gewoon. Ja, maar... Ja. Oh. Wat doe ik nou? Ik spring... Oh my god, je moet gewoon rechtdoor. Je moet echt zacht, of niet? Nu weet ik het niet. Ja, je moet zacht. Zit hij nou te trollen? Je haalt hem zelf niet. Wat moet je doen dan, bro? Ik weet het niet. Huh? Je denkt een rondje maken of zo en dan eruit springen. Dit is random, jij inderdaad? Wow. Aan de bovenkant de buis naar een andere buis gaan springen. Ja, maar dan moet je dus een rondje gaan rijden, of niet? Ja. Oh my god. Maar dat gaat niet goed met z'n drieën. Ja, maar... Nee, dat denk ik ook niet. Jongens, pas op. Nee! Ik heb hem! Let's go! Ik heb hem al! Let's go! Oh, dat meen je niet. En dan ging je eerste plek, Angelo. Ja. Oh. Je moet als je bij die buis bent rijden, dan moet je een rondje bovenin de buis rijden en dan naar de andere buis springen. Ja, maar jongens, Mike, ik kan dit niet halen in een non-custom. Kom op, Jan. ik moet een aanloop gaan nemen hiervoor. Ik ga een aanloop nemen. Even die buis in rijden, even helemaal naar de top. Zo, dan keren we even om. Dan gaan we gas geven, let's go. Oh, Angelo, gas! Ja, ik geef gas. Oh, jij gaat nog veel sneller ook! Oh, jij gaat veel te snel! En ik ga precies goed, jongen! Ik heb hem precies gewoon! Oh, joh, jij ging echt vol eroverheen gewoon! Maar ja, ik heb hem, dus ik kan doorrijden. Hey Ryan, alles goed naar beneden? Nou, ik kwam precies naar beneden te rijden. Ja, dat zag ik, ja! Die heeft hij sowieso expres in daar een gat gemaakt, ouwe. Oh, rustig aan. Oh. Zo, thanks. Ja, daar kon ik meteen weer vooruit, hè? Daar kon ik meteen weer vooruit. Dat zijn, ja. zijn de echte skills. Maar dit is moet een random, je niet jongen. Doen, joh. Thanks, Angelo. Dankjewel, teamwork. Nee. Ja. Nou we gaan niet meer terugrijden, Mike. Oké, er staat dat we naar links moeten. Dus dan gaan we dat maar doen. Hoppa. Oké, daar gaan we. Ik wou die sprong maken, jongen. Ik dacht, ik spring mooi er langs. Ik denk dat hij verwacht hij niet. Ja! Let's go! Ik heb hem, jammer jongen! Gewoon mooi onder je door! Dat had ik precies zo uitgerekend dat kon. Ik had alleen mijn wiskunde deed het nu even niet met deze sprong. Ja, dat kan wel eens gebeuren, weet je. Even de checkpoints via anderen pakken. Goed zo, Ryan. Zo, nu kan wel. Ik heb iets van 5 checkpoints achter elkaar gecheat. Ja, dat is niet erg. Als je maar geen DNF haalt, toch? Hé, Liam, als je maar geen DNF haalt, hè? Ja, ik haal die stomme buis niet. Je moet aan de bovenkant een rondje gaan draaien, Liam. Ja, dat doe ik al 100 keer. Ja, Liam, kom op, Liam, kom op! Hey, zullen we zo meteen nog een parcoursje doen? Even Liam die DNF. Ah, tuurlijk. Doe maar nog een. Het is wel mooi. Het is zo vervelend als je gewoon een stuk niet kan halen en je zit daar heel de tijd vast. Dan denk je ook van, ik heb er geen zin meer in, ouwe. Oh. Ja, en als je er dan over bent, dan komt wel eruit. En als je er dan over bent, dan is de race al voorbij, want dan is de DNF al klaar namelijk. Yep. Oh, Jan, we moesten naar links. Ja, ik ben ook naar links. Kijk, hop, tonnetje. Hop, even Mike afsnijden. Ja. Hop, weer naar links. Jan, wat ben je aan het zweten, jongen? Ja, oh, moeten we naar links. Oh, wat een bocht. Ja, lekker, Mike. Oh,
Dan gaan we. Ik denk dat we langzaam wel naar het einde gaan rijden nu. Of nee, nee. We gaan weer terug. Huh? We moeten weer terug, de regenbaas. Oeh. Wow, yo. Hey, thanks, Jan. Jullie zijn sneaky, jongen. Jullie zijn echt sneaky met het inhalen, hè. Jullie auto's zijn 20 keer sneller gewoon. Zo, Angelo. Ja, even aan de kant, jongens. Zo, dank je. Oh, stopbord! Wow! Het komt in één keer rennen met stopbord uit die muur, jongen. Gassen, we kunnen er langs. Ja! Terug, andere kant op. Nu staan de stopborden aan deze kant. Oh, dit is wel vet. Nee. Jongens! Ja. Oh, ja, wacht even. En we kunnen weer verder. Ja, we gaan weer verder. En ik zit vast. Booster op. Let's go. Heb je de buis al gehaald, Liam? Jazeker. Oké, goed zo. Eindelijk. Jongens, toch. Rij nou eens. Ja, ik kan toch niet harder in deze auto, bro! Nou, weet je, neem me ook maar mee ook gewoon ook. Ik vind het mooi. Ik hoef niks te doen. Ja, toppie. Nou, daar komt Angelo aan. Of nee, Ryan komt eraan. Oh, Ryan is er ook! Hey. Ik voel me hier niet meer veilig, jongens. Ik zit tussen drie custom auto's in. Zo. Ja, hij. Oh. Dat is een heerlijke car, man. Nee! Oké, ja. Warheid, hè? Goed zo, jongens. Hij gaat gewoon een bal. Warheid! Oh, Warheid! Warheid! Oh shit! Zo. Yo, hey, maar dat is wel echt een goed idee, man. Hey, beter maakt iemand een race in dit stuk in een walrijd of zo, bro. Gewoon aan de binnenkant, dat is super vet. Staan, joh, hoor. Echt, maar niet aan de binnenkant toch van het hek. Zo. En dan zo de flip maken. En dan de flip inderdaad, aan de ja. Aan de andere kant van het hek. Oh. Dat, goed, dat zijn we aan het doen, nou, ik zweer het. Hey, maar Jan houdt ons zo goed. Ja, ik hou jullie wel bij nog in de non-kust, maar kijk, nu trekken jullie allemaal weg gewoon. Triple frontflip. Ja, allemaal triple frontflip. Ja, ik doe met je mee. We gaan eroverheen. Ik kan er al niet bij. Hey jongens, ik heb hem als enige. Ja, dit zijn echt een vieze skills. Ik heb hem, maar alleen ik heb de volgende ook. De checkpoint niet. Je bent iets te ver gegaan, Angelo. Ik kom even terug. Oh, daar komt hij aan, hoor. Zal ik je er even afbeuken? Maar ik haal het niet. Nee, omdat ik niet hard wilde gaan. Angelo moest terugrijden om die checkpoint te pakken. Maar nu kan je weer helemaal opnieuw beginnen, jongen. Ja, maar dit gaat makkelijk. Wat is dit? Ik ga over de checkpoint weer. Ja, moet je maar een non-custom pakken. En je ziet het wat het beste is, jongens. Ja, Oké, never mind. Maar ik ga erin te Je ziet niet wat het beste is. Hé, hey, joh. Wacht, is Liam hier ook? Ben je Liam? Jazeker. Oh, let's go. Je hebt gewoon een comeback gemaakt, bro. Oh, die is wel beast, eerlijk is eerlijk. Hé, hey, jongens, hoe gaat hij daar? Zijn jullie me mooi aan het opwachten met z'n tweeën? Zeker. Okay, nee, we staan even heet. Weet je wat we dan doen? Uh-oh, dit was niet helemaal de bedoeling. Nee, ik heb hem eindelijk, jongens! Nee! Ah, ik was helemaal blij dat ik hem had, jongen. Oh nee, ook gewoon. Ze staan je daar echt heel vies op te wachten, jongens. Ja, ik heb hier geen zin. Oh, en ik ga niet snel genoeg. Ja, ik haal dit easy. Ja, het lukt wel. Kijk maar. Easy peasy. Het is niet al de 20ste keer dat ik het heb geprobeerd. Nee, ga jij maar eerst, Angelo. Ja? Ja, ga jij maar eerst. Jongens, Angelo komt eraan. Let goed op, hè. Ik kom er niet aan. Ik kom daarna pas. Ho. Mate. Hij heeft hem. Hop. Nee! Jan mag het over. Ik heb hem. Nee, joh. Iedereen is er nu doorheen. Wow. Ja, nu allemaal over. En allemaal zijn we ernaast. En dan rijdt het er nog op, hoor. Oh nee. Ja. Het leuke is, de finish komt er nu echt aan. Checkpoint. Ik zit naar de checkpoint te kijken. Ja. Checkpoint 62 van de 66. Hij rijdt hier zelf ook nog af. Dit is ook echt random hier over het hek. Ik wil ook zo'n stevig hek hebben, jongens. Dit is ideaal. Ja? Dit ga je niet zomaar kapot krijgen. Hacker. die was wel echt heel slecht. Nee! Trouwens. Oh, rem pakken. Hoppa! Jan, bro, ik ga... Nee. Hey, ze gaan sneaky doorrijden, nee! Oh, ik ga er volgens mij weer naast, of niet? Hoppa. Oh, Angelo is gefinished, oké, daar gaan we. Oh nee, hè. Nu is het serious business, jongens. Remschijf. Oh. Ja, perfect. Mike die faalt. Ja. Nee. Goed zo, Mike. Nee, is dit nou weer? Ja, checkpoint hebben we. Ik ben niet de enige die niet kan beuken. Nee, Mike. Nee. Oh, wacht, de finish is easy.
De finish is easy, bro. Ja, ja, geen DNF'je voor mij. Let's go. En het ergste is, Liam is gewoon nog voor ons gefinished, hè. Wat een comeback was dat, jongen. Goed gedaan. Allemaal goed gedaan, jongens. Goed gedaan. Dat was de tweede race van vandaag. Dus we doen nog eentje achteraan. Op naar de laatste race. De laatste race is begonnen. Het kan ook nooit normaal gaan, gewoon. Nee. En het is, jongens, een point-to-point. Oftewel... Het... Hey, ja, en die kreeg je terug, jongen. Het is maar één lap. Dus heel erg veel succes allemaal. Kijken wie de beste... Dit wordt een lastige, volgens mij. Kijken wie de beste stuntracer van ons is. Maar we beginnen gewoon met een mooi circuitbaantje hier. En dan gaan we daarna de stunt in. Dus, wat doe jij, Angelo? Even netjes Angelo inhalen. Wow, yo! Zo, de knet. Ik schrok ervan, jongen. Niet? Nee, je had me niet. Ik stuurde... Ik was je net aan het inhalen. En toen deed je de remglitch, jongen. Wow, yo. Ik schrok er gewoon van, hè? Ja, dat is ook al goed. Ja, dat is wel goed. Maar ik heb hem nu wel ingehaald. Dus dank je wel ervoor. Ja, dat is minder. Oké, de stunt in. Dit is voor nu nog lekker makkelijk. Oh. Ja. Lekker makkelijk. Ik kom er langs, Mike. Ik haal de waarheid. Dus ja, ze gaan... Oh, ze hebben elkaar erin gehaald. Of niet op de eerste plek? Ja. Oké. Liam had volledig slipstream, dus. Nou, we rijden nu wel 1, 2, 3. Alleen de vraag is, wie gaat er een foutje maken hier? Nou ja, als je hier een foutje maakt, dan ben je ook wel slecht, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik heb wel een fout. Jij bent één grote fout. Het was een mistake. Nee, grapje. Hey, Mike, jongen. Kijk, lekker, hè, die ketchup. Zeker. Hey, met z'n tweeën, bro. Wie got this? Hey. Ja, nee, Liam, we komen dichterbij. Nee. Oh, toegeslijt. Oeh, gaat goed. Kijk hem zweten daar op de eerste plek, jongen. Wat heb je? Wat heb je gegeten, bro? Volgens mij heb je nog niks gegeten. Ja, dat is beter, hè? Ik denk dat je dat vaker moet doen. Sorry, ik snij je misschien een klein beetje af, Mike. Nou, maakt niet uit. Ik was gewoon een muurtje voor je. Zo, die bot moet je ook niet vallen gaan pakken. Niet meer uitlachen. Niemand heeft dat gezien. Jan! Misschien sta ik laatst, Mike. Niemand heeft dat gezien. Dat was een bocht, hè? Ja, dat was inderdaad een bocht, ja. Ik draag inderdaad Ryan na. Ryan, waarom doe ik jou na? Waarom doe ik Ryan na? Dit is ook niet... Ik moet gewoon niet zijn lijf volgen. Mooi, doorrijden. Mooi, Ryan. Dankjewel. Ja, DNF geven. Ja, want we zijn alle twee de stunt niet ingekomen. Oh. Oh, hij is toch... Ja, wow, yo, pas op voor die hekjes, jongen. Er staan hekjes op die wallride. Ja, ze zijn er al langs, hè. Hop. Ja, ik had het eerder tegen jou, hoor. Ja, zij rijden door, want ze willen onze DNF geven rijden. Dus wij moeten ook even doorgatten. Ja, rijden we even af. Nee. We zijn er bijna. Checkpoint 26. Oftewel, dit is de laatste stunt, denk ik. Een beetje een tricky muurtje hier. Oh, finish. Mm. Maar dit kunnen we. Wat heb je op Liam in één keer? Ja, die guy... Maar het ding is, hij heeft volgens mij nog niks gegeten vandaag, of wel? Jawel, een soepje met broodje. Ik zou serieus dat soepje gaan bewaren. Ik zou hem gaan opschrijven. En ik zal dat elke keer als we gaan racen gewoon van tevoren nemen. Want je hebt er zin in, ouwe. Dat er niet stiekem in die soep een pepertje of zo, dat je zo van... Ja, ik... Ryan. Is Ryan gecrashed achter me, serieus? Ja. Serieus, bro. Je weet dat hier de finish is, hè? Ja, ik weet dat jij zit te draaien. Nee. Ik ben hier zo slecht in, jongen. Dat is echt bizar. Oh, ik ben gefinished. Ik zat achter me te kijken. Ik wist niet eens dat daar de finish was. Ik dacht, ik hou Ryan nog tegen. Ik kan dat niet. Ik kan gewoon niet, als ik terugrij, iemand raken of zo. Ik weet alsof er dan gewoon een onzichtbare muur langs me zit. Dat ik gewoon word weggeduwd van jullie of zo. Het lukt me gewoon niet. Ja. Maar iedereen is wel gefinished. Dus goed gedaan allemaal. Goed gedaan. Ik ben inderdaad gewoon slecht in beuken. maar bedankt allemaal. Nou. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal voor meer. Check natuurlijk ook Rijs' kanaal. Check Angelo's kanaal. Check Mike's kanaal. Check Liam's kanaal. Check de race uit. Check alles uit. De link staat in de beschrijving. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bonsoir. Bye. Doei.